over Mrs. Besnijden, over de risicolanden. Er is zoveel gesproken in Nederland, is nog steeds aan het woord eigenlijk. Ik wil dat het eind komt. Vluchtelingenorganisaties Nederland, de VON, is een landelijke belangenbehartiger en spreekbuis van alle vluchtelingen in Nederland. De VON verdedigt de universele rechten van de mens. Dat betekent dat elke vluchteling, waar hij of zij zich ook bevindt, recht heeft om als persoon erkend te worden voor de wet en recht heeft op gelijke bescherming door de wet. Op allerlei manieren beïnvloeden we het beleid van de overheid ten behoeve van vluchtelingen in Nederland. We onderhouden direct contact met alle politieke partijen en volgen hun standpunten en beleid over integratie en vluchtelingenzaken op de voet. We investeren in de empowerment van vluchtelingen tot changemakers die verandering op gang kunnen brengen binnen hun eigen gemeenschap. Het Zwijgen is Voorbij is een van de changemakers projecten van VON om vrouwelijke genitale verminking tegen te houden. Het hoofddoel van dit project is het van binnenuit creëren van een netwerk met als doel iedereen binnen de betrokken Afrikaanse gemeenschappen in Nederland individueel te bereiken, overtuigen en te inspireren om zichzelf en hun gemeenschap te vrijwaren van besnijdenis en de schadelijke gevolgen hiervan. Ook zal door het project een brug worden gebouwd tussen Nederland en het land van herkomst. Het project is erop gericht bij te dragen aan ontwikkeling van activiteiten ten behoeve van mentaliteitsveranderingen en gedragsalternatieven om op deze manier een sneeuwbaleffect te creëren. Hiermee brengen we ook de thuissituatie van de mensen uit de betrokken gemeenschap in kaart. Het zal leiden tot het ontwikkelen van interventiestrategieën en de mogelijkheid vergroten voor controle en preventie binnen deze groepen. Wat zal leiden tot vroegtijdige signalering van potentiële slachtoffers van vrouwelijke genitale verminking. Het is ons een eer om met deze film The Changemakers een gezicht te geven. One for all for one. We have to help each other to protect our children and our grandchildren. We have to make sure that no child suffers genital mutilation. Ja. We hebben een onderzoek gedaan en het was in het kader van het project Het Zwijgen is Voorbij. Say no to FGM. In Eritrea nu al vanaf januari 2007, het is wettelijk verboden. Maar ja, mijn cultuur is echt heel hardnekkig. Je ziet iets gruzat, goji bahalen, wem goji lemdoch, kazost anduna, bakababi topia yalo. Ula ziet iets gruzu, tinish lijono adellam, asra ula tas asser, de zaononi te gruzut. Mishanut kuchabalo adellam, koma unau. Sigarazu dama gararazacho, mukachale takamta unau. የገረዙባቸው ነገሮች ራሱ ሌላ ኤችአይቪ ኤድስ ሊያስከትል ይችላል። የሴት ልጅ ግርዛት ለሴት ልጅ አደጋ እንደሆነ ህብረተሰቡን ገራዡና ተገራዡን ማስተማር አለብን። በተለይ በልጥም እናስተምረው ቤተሰቦቻችንን ነው። እኔ አሁን በራሴ የደረሰብኝ እና እኔ አልተገረዝኩም እናቴ ግን ተገርዛለች እና እናቴን ለመግረዝ ብዙ ጫካ አራርጣዋታል እና ስላወቀች ግርዛትን እኔን አላስገረዘችኝም። ሌላ ህብረተሰብ ግን ትገረዝ ብለዋል። ሴት ልጅ ሳንንስ ትገን እንዲስትባል በቃ ትሰብራለች ይባላል። ስሜቷ ቶሎ አይመጣም ይባላል። በቃ የሆነ ሴት ልጅ በቃ አለ አይደል ጨዋ በቃ የሆነ እንደነባል የቤት ልጅ እንደሚባል እንደዛ ትባላለች ነው የሚባለው። እኔ አልደግፍም። Ik heb zelf geen dochter, ik heb een zoontje. Maar besnijden vind ik het echt een kwalijke zaak, omdat ik zelf ervaring heb. Het is echt slecht voor het meisje. Als meisje later vrouw wordt, voor haar ook slecht. Want eerst huwelijk dat een nachtje, dan heb je echt erg pijn. Als je gaat ongesteld worden, dan heb je pijn. Ja. Als je gaat bevallen, heb je ook pijn. Ik ben ook blij dat de campagne, dat de vrouw bezig is, dat kwalijke zaak moet stoppen worden een keer. I started in my own family.
Even my daughter, that made me even to separate from my husband because my daughter was supposed to be circumcised. And I refused that she cannot be. And it was like a disobedience to my in-laws that my daughter is not allowed to be. I took that stand alone. My parents were not with me because they are also, you know, attracted to that custom. So I fought it before I came to Holland. So when this investigation came about, I got interested just to know how the Liberians here in Holland feel about this traditional practice. Ik heb de vrouwen interviewen hoe ze hebben meegemaakt met besnijdenis. Wat hebben zij ervaren? Wat voor klachten hebben zij? En wat ze hebben gedaan zover? En als die gedaan worden, is goed. Als het niet gedaan worden, ik geef advies naar de dokter te gaan. Sommige dingen, ik geef ook advies als vroedvrouw wat te doen. Door verlichtingen, door bewust maken de mensen, kan je wel FGM bestrijden. Ik ben changemaker. Ik ben tegen vrouwenbesnijdens. Ik vind besnijdens schadelijk voor de gezondheid van vrouwen. Lichamelijke klacht. Ik vind echt die moet gestrijd worden. Ik ben tegen besneden van meisje. Omdat waarom haal je het gevoel van meisje? Je haalt het gevoel van meisje. De ervaring was niet zo makkelijk. Maar toch, door veel benadering... Door veel telefoons kan ik wel terechtkomen bij de mensen thuis. Maar zij vinden het wel leuk. In het begin was het moeilijk. Maar later, ze hebben wel echt open gesproken wat ze hebben meegemaakt. En zij zijn helemaal meestal tegen FGM. En dat vind ik ook heel erg leuk. De informatie zeg maar, die willen aan de vrouwen doorgeven, hebben wij wel doorgegeven. Dat is de meisjesbesnijden is alleen maar oude traditie. En ja, hoort gewoon niet bij de 21e eeuw, zeg maar. Wat wij willen aan de vrouwen doorgeven, dat de vrouwen empoweren. De vrouwen kunnen en willen nee zeggen. Ik ben bewust tegen FGM. En ik begon eigenlijk met de campagne toen ik was in Sudan, toen ik was in universiteit, student daar. Wij hebben gewoon zoveel verlichtingen tussen de mensen gedaan. En hier, toen ik hier gekomen, dat heb ik gewoon met de mensen die tegen FGM werken. هم زادوا حس في البرلمان في السودان منقسمين. What they tell and made in Sudan, besnijde is gewoon voor onze regering, dat mag niet. Voor onze godsdienst, dat mag niet. Maar het is gewoon een traditie. Maar nu ik heb die informatie gehoord dat de regering. De regering. Ja. Heeft wel, hij zegt oké, mag wel die licht, hè? De sunna mag het wel. En nu, ja, nu komen ze weer. Het was verboden, maar nu niet meer. De parlement, de Sudanese parlement, ze zijn in twee verdeeld. Half zeggen mag helemaal niet en half zeggen mag, de sunna mag het wel.